De grootste oppositiepartijen in de gemeenteraad van Groningen kijken, niet geheel verrassend, met behoorlijk wat twijfels naar het coalitieakkoord dat maandag gepresenteerd werd. Het akkoord heeft als titel Het begint in Groningen, voor wat echt van waarde is, en zet zich sterk af tegen het liberale Haagse regeringsbeleid. Met GroenLinks, de Partij van de Arbeid, de Partij voor de Dieren, de SP en de ChristenUnie lijkt het een van de meest linkse coalities in heel het land. En dat betekent de nodige vraagtekens bij de oppositie. Vooral als het gaat om hoe al die plannen gefinancierd moeten worden. Het is een beetje een vaag akkoord wat ons betreft. We zien best wel goede dingen op papier. Maar heel concreet hoe dat dan moet, hebben we nog niet echt teruggelezen. Ik vind dat de nieuwe coalitie heel veel ambities heeft voor Groningen. Dat moet je ook hebben, want we hebben veel met elkaar te doen. Maar politiek is ook keuzes maken en ik maak me daar wel zorgen over. En wat we ook wel zien is dat er heel veel dingen, daar moet geld voor uit Den Haag komen. Dus het is onzeker of die extra investeringen die ze willen gaan doen, of we daar überhaupt geld voor krijgen. En deze vergaarbak aan ambities, vaak zonder financiële onderbouwing, hoeveel we daar echt van kunnen realiseren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de voorstellen er straks uit gaan zien. Want volgens mij gaat het niet allemaal lukken. Met de houding van een aantal partijen in dit nieuwe college schrikken wij toch wel. Want het is heel erg schoppend tegen Den Haag aan. Maar als je dan het coalitieakkoord ziet, dan zie je toch dat we Den Haag nodig hebben. En nu lezen we in het coalitieakkoord bijvoorbeeld ook dat er een gemeentelijk energiebedrijf komt. Nou, nog meer geld lenen. En dat er nog meer gemeentelijke bouwbedrijven komen, als ik het goed heb. Dat is ook heel veel geld lenen. Dus daar maken wij ons wel zorgen over. Of we niet te veel geld lenen. In het akkoord staat ook dat economische groei vooral duurzaam moet zijn. En dat marktwerking moet worden verminderd. Niet een boodschap waar ze bij de VVD om staan te springen. Als we dan zeggen van economie is niet heel belangrijk of economische vooruitgang is niet belangrijk, dan denk ik wel van we willen als stad bijvoorbeeld heel erg groeien. En dan hebben we ook een sterke economie nodig en dan zal de economie ook moeten groeien. Dus sommige dingen vond ik wel wat lastig te rijmen. En ik vind het nogal ver gaan om te zeggen dat je met meer publieke regie ook meer zeggenschap hebt voor inwoners. Je hebt meer publieke regie nodig om de marktwerking te beteugelen, maar je moet het individu ook een beetje vrij laten. En niet te veel bemoeien met wat mensen in hun eigen leven nodig hebben. Ik denk ook dat de goede dingen van de markt zijn en minder goede dingen van de markt. En volgens mij moet je de goede dingen behouden. En de minder goede dingen moet je niet behouden. Maar we weten ook allemaal dat de markt ook zorgt voor erg veel vooruitgang. Want laten we wel wezen, zonder de markt en de innovatie van de markt was er nooit waterstof gekomen. Ja, we zijn wel een beetje bang met deze nieuwe coalitie dat het wel een beetje een coalitie gaat worden van wij vertellen wat goed voor u is. Ook inhoudelijk heeft de oppositie nog wel wat op- en aanmerkingen. Er missen nu echt dingen die er niet in staan. Bijvoorbeeld de kloof tussen studenten en stadjes dichten. Of een veilig en een divers nachtleven. Dat zijn hele concrete dingen waar gewoon geen woord over in staat. Dat vinden we echt zonde. En als wij mee hadden gedaan, had dat erin gestaan. Ik denk dat wij veel meer bereikt hadden op het punt van inspraak, samenwerking, participatie. En wij hadden pontificaal in ons verkiezingsprogramma een raadsakkoord staan. Ik denk dat dat een van onze grootste kroonjuwelen was geweest die wij hadden ingebracht. En er worden ook heel veel nieuwe ambities bijgehaald. Terwijl we eigenlijk de afgelopen paar jaar tegen elkaar hebben gezegd, we missen als gemeente eigenlijk uitvoeringscapaciteit, we missen eigenlijk middelen. En dan toch allerlei nieuwe dingen er weer bij gaan halen. Dan komt denk ik juist zoiets als betaalbaar wonen, goed onderwijs, bestaanszekerheid. Ja, ik had liever gezien dat gewoon daar vol de focus op was gelegd en het aantal nieuwe ambities wat was getemperd. De partijen willen constructief oppositie voeren en hopen dat ze serieus worden genomen. Ik hoop echt dat er wordt geluisterd naar de oppositie en dat er alle goede ideeën die oppositiepartijen hebben, dat die in de komende jaren ook verwerkt worden tot plannen voor de gemeente Groningen. Want dat maakt de gemeente Groningen en het gemeentebestuur echt mooier. Kijk, en in de basis had ik dit college de wijsheid van de grutto op de suikerzijde gegund, want die weet dat je zonder rechtervleugel niet kan vliegen. En dit college denkt dat dat wel kan. En dat is natuurlijk een hele foute keuze.